Antennetjes uit, kapje naar beneden. Hé, Nio? Ja. Ik ga deze gewoon zoveel mogelijk rijden, want hij is net terug. De draagarmen voor die zijn verlengd, zodat we hoger kunnen springen. De hydraulics zijn ook aangepast, zodat hij veel sneller gaat. Het is alleen wel echt moeilijk om te leren, want je moet hem echt timen op het stuiteren. Dus ik zet hem hier gewoon neer en dan ga ik hem gewoon zoveel mogelijk rijden nu het mooi weer is. Dus we krijgen een hittegolf, Lord, in Nederland. En laten we eerlijk wezen, dit is gewoon een prachtige daily toch, zo met het weer. Hè? Huh? Ja, hè? Jullie vinden het ook allebei de coolste auto. Hey, start de ramp en dat ding, jongen. Motorisch is deze gewoon echt goed, van. Hé, hou maar, anders hebben we even rustig, vriend. Top auto, hè? Mag lezen. Klaar. Samples, hè. Ik heb nog steeds niets gegeten. In het weekend doe ik gewoon normaal. En dan compenseer ik dat weer door de week. Door 's ochtends gewoon niet te ontbijten. En dan ik eet denk ik om... Vanaf 12 uur mag ik van mezelf eten. Het kan ook zijn dat het 4 uur is. Omdat ik gewoon lekker druk ben. En uiteindelijk moet je nog steeds zorgen voor een negatieve caloriebalans, anders kom je nog steeds aan. Dus je kan ook in één maaltijd alles opvreten en nog steeds aankomen. Dus het blijft het belangrijkste om dus door de week een calorietekort te hebben. En in het weekend kan je dan alles doen wat je wil. En dan maintain je die shape voor de hele zomer. En dat doen we al 15 jaar. En dan timmeren. Ja. En rijden. Soms moet je jezelf ook even oppeppen. Kan met een setje gebeurd zijn. Even actie erin. Deze is helemaal gerestaureerd. Maar deze is ook nog gemaakt als een lowrider. Dat hadden ze in die videoclips van Dr. Dre en Snoop Dogg en zo. En die kan ook echt springen. Dus kijk, dus dan doe je zo op. Oh ja. En dan kan hij zo omhoog. Hier. Helemaal doorweekt. Ik had een call voor Aftercar. Ik dacht, nou, we gaan eerst trainen, dan pakt die kool wel. Ik zat zo lekker in die stoel hier, dus ik denk, ik ga hem even lekker in die auto doen. Ik zit op de partij mee, gezweet in de ding heen. Beetje de scoops in de ding ook. Dit is even rammen en buiken, gewoon go with the flow, even zweten, supersetjes, bicep, rug, snelheid, niet eten dat langzaam gekut, ook snel trainen kan goed voor je zijn.
te doen. Trapbar deadlifts. Bij de rugdag gisteren benen gedaan. Dus het is even lekker om die trapbar te doen. Heb je wat minder belasting op je onderrug. Pak je toch eventjes die onderrug mee. Algeheel prima oefening. Zeker als het een beetje lastig van je onderrug. Gelijk door. Zuurstof onderweg. Ik zep je. Staat ook helemaal niet in de weg met de oefeningen die je al deed. Nu 3 oefeningen in minder dan een minuut. Bam bam bam, 30 graden hittegolf, snel naar buiten, goede maten, uurtje in de gym per dag, meer dan zat. Ben je helemaal mannetje. Als je niet gaat, ga je steeds kutter voelen. Je zal het niet geloven, maar degene die echt trainen, die weten precies waar ik het over heb. Je ouders die snappen dat allemaal niet. Laat hem lekker weggerot op de bank, met een Netflixje en je Amazon Prime kanaaltje, Disney Plus er nog bij. Dan heb je ook nog kabel tv, digitaine, weet ik hoe ze het allemaal noemen nu. Kies maar. Ik rij wel in die oude bakken dan, zo'n impalaatje uit 65. Dan doe ik het wel, met mijn groeimaatjes, in mijn fucking chest. Kun je even bijkleuren? Eigenlijk, fuck it. Dat is ook een mooi ding. Veel plezier, yo, jij ook hè. Hoi. Net de kutten met die hydraulics. En ik heb hem dus te hoog gezet, waardoor dus die hele vering nu onder het chassis komt. Kijk, hij is helemaal eruit uit zijn voegen. Dus, want hij hoort daar zo bij dat rondje. Nou, Joey gebeld, even krik halen, breekijzertje. En dan trappen we die vering weer terug erop. Dus die jongens komen eraan, het is 40 graden bijna man in dat ding. Jezus Christus. Moeten we dat met de breekijzer die veer terugrammen? Nou ja, we gaan kijken. Gewoon even rustig aan de zak en dan zie je of die mooi op zijn plek valt of niet. Ik kan met je handen. Dit met je hoofd eronder. Dit is precies zoals die andere. Nou voelde ik hem ook in een gultje vallen. Daar staat er niet heel hoog toch? Dit hoort er allemaal bij. Maar ja. Wel even lekker bijkleuren. Voor dit soort gelegenheden heb je dus je pompkoffer vest. Als je binnen je handen moet wassen en je wil niet zonder shirt naar binnen. Ja, dat wil ik wel. Het is niet zo netjes. Het is niet zo netjes. Dan doe je zo. Dan heb je je pompkoffer vestje.